Het is een behoorlijke investering, dus daar moet je toch wel even voor sparen. Maar je kan niet anders, sta met je rug tegen de muur. Ja, wat gaat het nu kosten? Een kleine 5000 euro. Maar het is de investering waard? Ik hoop het. Het is achteraf pas te zeggen natuurlijk of het de investering waard is, maar ik denk het wel. U voldoet nu aan alle voorwaarden. Heeft u nou nooit meer last van droogte? Wat er ook gebeurt, u heeft uw water, u kunt uw gewassen beregenen. Dus u komt niet meer in de problemen? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Er is altijd een kans dat we hier op zout boren. We zitten hier natuurlijk tegen oude zeearmen aan. Dus de ondergrond, daar zit zout water ook in. Daarom kunnen wij hier ook niet zo diep boren. Als je net door die laag heen prikt, ja, dan heb je zout water. Dan heb je alsnog niks, want daar kunnen onze gewassen niet tegen. Nee, maar als het water goed is, dan bent u uit de zorgen? Gedeeltelijk, want dan kom je aan de putcapaciteit terecht. Of de put wel genoeg capaciteit hebt om het gewas te beregenen wat je wil. Ik kan me voorstellen, als ik een nieuwe auto heb, of een nieuwe tv, of nieuwe voetbalschoenen, dan heb ik een beetje zo'n kinderlijk gevoel van, ja, ik heb iets moois. En zo staat u er nu bij, kijkend naar die put die op uw akker geboord wordt. Ja, het is eigenlijk buiten dat kinderlijke gevoel geeft, is het ook de redding voor ons. Als wij geen grondwater kunnen gebruiken, dan gaat dit gewas gaat hier verdorren, verdrogen, dat gaat dood. Kunnen wij niet meer van oogsten. We hebben veel kosten gemaakt. Dat zou kunnen betekenen dat het einde van je bedrijf wordt. Waar je toch al jaren voor aan het werk bent om dat juist op te bouwen. En dat je dan eigenlijk door de natuur zo getroffen kan worden.